Zonnebrillen. Het was min in de zomer aan de andere kant van derp. Droog, warm en zonnig, zei het weer, bericht, den donderdagmorgen. Ans, een knappe vrouw van midden veertig, zocht haar zonnebrillen. Ze wilde nog gauw voordat de kinderen van school toeskwamen met een auto naar een bakker in derp. Het brood was schoon op. Waar had ze dat ding toch geloten? Ha, dat was toch vervelend! De zonne was hartstikke scherp, ze moest een zonnebril op hem. Ja, daar had ze hem. Was het maar waar, het was de zonnebril van Wim. Het was wel net zo'n sportieve naast die van haarzelf. Hij leek er ook wel een beetje op, maar het was hem niet. En die van Wim was trouwens een heel wees. Het was een cadeau van zijn leste verjaardag. Hans bedacht zich niet langer en greep de zonnebril van Wim. Wim. De wieterin om kantoor werken was mons met een paar collega's met de in en had zelf den dag geen zonnebrille nodig. Hans keek nog even met een rood bezweet gezicht op haar horloge, vier over half twaalf. Nu moest het toch wel aanmaken. Gauw in de auto, de raam los en op de Twas Het was niet droog op de weg, wel warm in de auto. Hans zet een auto bij een bakker op de stoepen, stap in de roet, deed de deur op slot, en lee winkel aan. Toen zag ze zichzelf in de winkelroute, met de zonnebrillen van Wim nog op. Ze wilde niet met de zonnebril op naar binnen. Gauw weer terug in een auto, brillen naar binnen gegooid en rap op de deur aan. Nu moest ze, als ze weer terugkwam, wel aan de dure zonnebrillen van Wim denken. In de winkel was het vreselijk druk. Allemaal vrouwen die nog even bakker moesten voordat ze de kinderen van school halen. Eindelijk was Aans aan de beurte. Vier bruin, zei ze gejaagd. Ze had het niet had nodig. Ze reken af en op de draf ging de motor aan. Brood op de achterbank, zichzelf ze achter het stuur en. Krak! Wim ziet de dure zunnebrillen kapot. En eens zo'n klein beetje nog. Aan twee stukken. Eén glazen bas en beide putten krom. Aans schrok ervan. Maar merken toch dat ze boez kwam De beide kinderen konden dan wat voor de deuren zonen. Wat er van Wim zien een duur zunnebril over was, dat leed ze in auto liggen. De kinderen hoeven ook nog niks van het ongeluk te weten. Dus u een gezicht in de gedachten: scharven brengt geluk, maar vaker vult geluk in scharven. Zo slim zal het met u en Wim niet wezen. Maar soms kunnen aardig Heilig worden. De beide kinderen kwamen net aan fietsen toen Ans bij huis kwam aan. Dat past mooi. Tussen de middag won van het brood eten dat Ans niet de had en nooit eten gingen de beide kinderen weer naar school. Hans woonde nooit de middag maar gauw met de kapotte brillen naar de brillenzaak in derp om me door de brillen te laten maken. Als het wind erachter kwam wat er gebeurd was, dan kon het Hoes nog wel eens te klein worden. Een keer al in de winkel keek bedenkelijk. Ik kan de bril vandaag niet meer repareren. Misschien morgen, maar zaterdag is hij waarschijnlijk wel klaar. Ik zal u wel even bellen als het zover is. Was het enige wat de ons beloven kon. Er zat voor niks anders op dan de bril om te maken en hopen dat Wim er niet achter kwam. Met kloppend had er iets op hoezijn. Ha! Wat was die zonne schaap zonder zonnebril? Toen ze voor de middag van bakken weer kwam. Had ze dat ook al gemerkt? Toen Wim donderdag aan tinde van de dag bij Joes kwam, brood een honderd doet, maar vroeg niet naar nou zijn zonnebrillen. Vrijdag wolle de zonnebrillen wel in. dat leek hem toch wel aangenamer aan de ogen. Wim kon de brillen niet vinden. Hans hielp met zoeken, maar het ding kwam niet verlichten. Nou ja, het was toch een les, een werkdag van de weken. Eén dag zullen ze zich Humpseliek nog wel kunnen redden zonder zonnebrillen. Hans heel een hele vrijdag de telefoon goed in de gaten. Stel hoe voor dat de brillen klaar was, dan wilden ze hem direct ophalen en kwam Wim er mooi niet achter dat ze met haar achterste een mooie dure zonnebrillen was gaan zitten. Maar weet er ook wel, niet een keer al van de brillenzaken hoe daar. Vrijdagsavonds was Wim nog een hele tijd aan het zoeken naar zijn zonnebrillen. Ik kom naast vinden. Toen was zaterdag. Het was nog altijd droog, warm en zonnig. Aans, Wim en de kinderen zaten achtertoes onder een walnuttenboom. Aans voelde zich niks op hun gemak. Stel dat er beeld won voor Wim zijn zonnebrillen. Dan kwam het geheim oet. En was misschien de hele zaterdag bedorven. Ring, 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 door ging het telefoon. Aans vloog naar in. Toen ze hem aanpakken, er aan de andere kant de verbinding verbroken. Het had de bomsken nog in de hals toen de telefoon al weer ging. Deze keer was het voor Wim. Het was de reden van zijn kantoor. Aans kon er niks aan doen, maar ze moest nu even naar de wc. En Lord nu niet de brilzakken daar bellen. Meneer, wilt u tegen mevrouw zeggen dat de zonnebril klaar is? Vroeg een vriendelijke stem. Wim snapte er niks van. Is er een brille kapot? vroeg Wim toen Ans van het geheim gemaakt kwam. Ans kreeg een kop als vuur en kon weinig anders dan Wim alles oplichten. Misschien kwam het van het mooie weer of het met zaterdag was, maar Wim kon hem het hele verhaal wel smakelijk leggen. Hij haalde de zonnebrillen zelf op in derp en toen vergingen het lachen toch nog. Voor het geld wat mocht kosten, had de Beate een neen kunnen kopen.